Vandaag de laatste tips en tricks om een snellere tijd te halen. Voeding, kleding en tactiek. Zorg dat je maximaal 1,5 uur van tevoren eet, zodat je lichaam het heeft verteerd en je vol zit met koolhydraten. Een goede voorbereiding bestaat uit voedsel met veel koolhydraten, met weinig vetten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan brood met zoet beleg en fruit. Op een warme dag verlies je veel vocht. Nu is de kans natuurlijk niet groot dat het met Egmond Pier Egmond echt warm is. Toch is het belangrijk tijdens de wedstrijd je vochtverlies aan te vullen. Want je kan al snel 1 liter vochtverlies oplopen. Neem dus een gelletje vlak voor het keerpunt en zorg dat je bidon vlak voor de trap leeg is. Zorg ervoor dat je bidon gevuld is met een isotonendrank. Zo is de kans op kramp het laatste stuk veel kleiner. Wil je de tijd van je buurman of collega's verbeteren? Zorg er dan voor dat je voor in het startvak staat. Dan heb je gelijk de eerste meters al te pakken en dan is de kans veel groter dat je in een snelle groepje terechtkomt. Let wel op, het kan koud zijn in het startvak. Heb je niemand aan de kant staan die eventueel je jasje aan kan pakken? Dan werkt een plastic vuilniszak met gaten natuurlijk ook goed. Zorg dat je goede kleding aan hebt. Begin met een kraft ondershirt, zodat je warm en droog blijft en dat het vocht doorgevoerd wordt naar de volgende laag. Daarna een shirt met lange mouwen en dan nog een body om er overheen te doen om hem winddicht te maken. Wordt het wel te warm, kan je die altijd nog achter in je zakje doen. Wat natuurlijk ook belangrijk is, een paar lekkere warme handschoenen. Dit zijn bijvoorbeeld handschoenen die winddicht zijn. Wat er ook is een handschoen die waterdicht is. Bij heel slecht weer zou je die aan kunnen trekken. Naast warme handen zijn warme voeten net zo belangrijk. Zorg daarom ook voor goede overschoenen. Ik hoop dat jullie wat gehad hebben aan onze tips. Heel veel succes allemaal tijdens Egmond Pier Egmond.